Je leert werken met het validatiecriterium geheel getal. In het celbereik B3B7 mogen enkel gehele getallen tussen 1 en 10 worden ingevoerd. Selecteer het celbereik B3B7. Ga naar het tabblad Gegevens en klik op de optie Gegevensvalidatie. In de keuzelijst toestaan selecteer je Geheel getal. In de keuzelijst Gegeven selecteer je de optie Tussen. Typ in het vak minimum de waarde 1 en in het vak maximum de waarde 10. Selecteer het tabblad invoerbericht. Typ in het tekstvak titel de tekst informatie. Typ als invoerbericht de tekst voer een getal in tussen 1 en 10. Selecteer het tabblad foutmelding. Selecteer bij stijl de optie stoppen. Typ als titel stop. Typ als foutbericht Je probeert een ongeldige waarde in te voeren. Enkel getallen tussen 1 en 10 zijn toegestaan. Klik op OK. Klik in cel B3. Het invoerbericht verschijnt. Typ in cel B3 de waarde 0 en druk op de enter toets. Je ziet een foutmelding verschijnen. Klik op de knop opnieuw. Typ de waarde 10 en druk op de entertoets. Typ in cel B4 de waarde 1 en druk op de entertoets. Typ in cel B5 de waarde -5. Klik op de knop annuleren. Klik in cel B6 en typ het woord leerstof. Bevestig met de entertoets. Dit is geen geheel getal en dus een foutieve waarde. Klik op de knop annuleren.